DJ Hartwell uit Breda doet een stapje terug. Robert van de Corport, zoals die echt heet, stopt voorlopig met optreden. Dit leven van optreden na optreden over de hele wereld valt hem zwaar. Op sociale media laat de 30-jarige DJ aan zijn fans weten dat de druk van het zware tourschema te hoog is. Hij schreef dat hij nog veel dingen wil delen met familie en vrienden, maar dat dat niet mogelijk is als hij elke dag Hartwell moet zijn. De DJ stopt overigens niet met het maken van muziek. Je Hartwell neemt een moeilijke beslissing, eentje die de Tilburgse DJ Joey Suki ook ooit nam. Drukke leven zorgde ervoor dat hij ermee moest stoppen. En nu begeleidt hij mensen die ook het vak in willen of erin zitten. In Tilburg is onze verslaggever Dirk Verhoeven. Ja, Dirk, voor veel mensen is het een droom, hè, om DJ te worden, maar dat heeft dus een keerzijde. Ja, het is niet echt alleen maar lang leven de lol. We horen eigenlijk steeds meer verhalen van DJ's waar het misgaat of die een stapje terug moeten nemen. En een van hen is dus Joey Suki. DJ, oud-DJ Joey Suki. Bij jou ging het mis. Jij kent Hartwell ook. Zag je het eigenlijk aankomen bij hem? Nee, eigenlijk niet. Ik wist niet dat het zo extreem zou zijn. Ik weet niet wat er ook precies is, hoor. Maar het is wel een behoorlijke keuze. Een knappe keuze, vind ik het. Ja. Want hij heeft het te druk. We horen verhalen, horrorverhalen eigenlijk over die schema's van die DJ's. Hoe ziet zijn schema eruit dan? Ja, dat is super variabel, maar over het algemeen moet je gewoon voorstellen dat je wekelijks in een aantal vliegtuigen zit, in een aantal continenten. Ja, dat is bijna niet te doen. Waarom niet dan? Omdat je lichaam dat eigenlijk gewoon niet aan kan. Elke keer een andere tijdzone, andere slaapritmes, andere eetritmes, daar zijn wij gewoon niet voor gemaakt. Nu zijn er natuurlijk top DJ's, verdienen veel. Kunnen die niet gewoon zeggen, ik werk een dagje minder of ik werk één week in de maand? Ja, dat zou financieel waarschijnlijk wel kunnen. Het is alleen natuurlijk wel dat het is iets wat ze heel leuk vinden om te doen. En dat maakt het heel erg lastig. Het is iets waar ze jaren over hebben gewerkt om op dat punt te komen. En ze doen het ook nog eens graag. Dus dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. Je begeleidt DJ's. Wat zeg jij nou tegen hen om dit te voorkomen? Nou, eigenlijk het belangrijkste wat ik ze mee wil geven is dat ze voor zichzelf gaan kiezen. Dus dat ze echt naar zichzelf luisteren en ook nee durven te zeggen tegen de partijen om zich heen. En dat is moeilijk dus blijkbaar. Dat is heel moeilijk, ja. Want er zitten toch wat aardig wat partijen omheen. Het gaat vaak om veel geld. Er zit aardig wat druk op. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan en wil je daar nee tegen durven zeggen. En het zijn natuurlijk jonge jongens vaak. Je kunt tegen ze zeggen, maar dan doen ze dat dan ook? Niet altijd, helaas. Maar ja, beter eentje gewonnen en dan dat hij verloren had, zeg maar. De hamvraag. Heeft DJ Hartwell zich al gemeld bij jou voor wat advies? Nee, nog niet. Nee. Dankjewel, Joey Suki. Ja, Hartwell neemt dus gas terug, maar hij heeft gezegd, het goede nieuws, dat hij wel terug gaat komen.